Goed, Sergej, 2-5 verlies tegen Dessel. Wedstrijd die vooral in de eerste helft werd beslist. Oké, it's difficult to find words after those match because to say that Dessel surprised us, I cannot, because we expect that they're gonna play with the two strikers and 4-4-2, and I think we are very clear explained how they're gonna play, what we have to do. But I think again we did the same mistakes. It's the mental aspect. I think today we saw different between the first half and second half, and with 10 men we played better. Why? Because in second half it was more mentality, more aggressivity than what we are missing in the first half. And for me that is the biggest mistake what did. I cannot understand why, because after last a good match, I think for our supporters, especially after Hoogstraten, that we want to bring at least fighting spirit to the field. We didn't see it today in the first half, and that is you can lose the match. It's a football. You can lose the match, but way how we lose. So I'm really disappointed and angry, especially to guys that I didn't expect from them. You know, so let's say we can find excuses, of course, but we are not looking for them. But before the match, we had some problems. Jeff didn't train almost 2 weeks, so just last 2 days did some part of job. Carlo before the match was sick 2 days, he couldn't start. Jimmy got injured yesterday, so he couldn't play. Nils was injured 2 days ago with his ankle, so he was on 60-70% of. Today on the field were the player who were 100%, and we didn't ask a nice football today and a very good combination. No, we just ask bring a good mentality, and that I missed in the first half. In second, it was much better. We were close. It's true, 3-2. I think what the guys did is it's a good. It's what they have to do. But on the end, of course, it's difficult. So we took some risk. We played with the three defenders, and on the end, we get two goals more. So 2-5 is the result. It's one more time. It's the picture of the whole season. I think it's a difficult season. I can understand supporters that they're angry and disappointed. But maybe in this moment, so I will ask support us. It's easier to give it critics, but it's already all season difficult moments, and like now it's one game win, one lose with the big ciphers. It's painful, and painful for the team also. So, but it's still 4 games to go, and we have to go. 4 wedstrijden nog. We beginnen met Antwerp volgende week. So Antwerpen, yeah. So it's pity that we play without supporters, because I think it's the football is for supporters. And but anyway, so we need the points. We go there and try to take it. Then we have at home Alst, then Heist, and away and Heel. So 4 matches, 2 at home, 2 away. So try to get maximum. Okay, bedankt. Thank you. Korte samenvatting van de woorden van trainer Serebrennikov. Het is moeilijk om woorden te vinden vandaag na deze nieuwe nederlaag. Eindelijk kunnen we zeker niet zeggen dat we ons laten verrassen hebben door het spel van Dessel. Want wij hadden hun spelmethode met 2 voorin en 4 in het midden duidelijk verwacht. Maar we hebben gewoon weer dezelfde fouten gemaakt als al een paar keer eerder. En die zijn puur op mentaal vlak te vinden. Het is niet normaal dat je in de tweede helft met 10 man beter speelt en agressiever en met veel meer mentaliteit dan in die eerste helft, waar we nogthans tamelijk goed begonnen. Ik kan het helemaal niet begrijpen, want na Woluwe wilden we ook nog, dus na onze zege in Woluwe, iets goed maken tegenover onze thuissupporters na de pijnlijke nederlaag tegen Hoogstraten. En toch misten we opnieuw die fighting spirit in die eerste helft, ook van jongens van wie ik uiteindelijk helemaal niet verwacht had. Een klein excuus, alhoewel we geen excuses mogen zoeken, is misschien dat we vandaag met alle 100% fitte spelers aan de start moesten verschijnen. Want Mbouba, Daman, Kamhai, Sarrazijn hadden allemaal in de loop van de week problemen, konden allemaal niet volop trainen. Maar ik zeg het, dit mag niet een volledig excuus zijn. Vandaag wilden we trouwens niet echt goed voetbal, maar we wilden winnen met de juiste mentaliteit.
Die toonden we in de tweede helft wel, maar toen was het natuurlijk veel moeilijker. Moesten we risico's nemen en na de 2-3 vielen dan uiteindelijk nog twee goals aan de verkeerde kant. Dat is een beetje het beeld van het volledige moeilijke seizoen dat we momenteel meemaken, maar toch hoop ik en wil ik vragen aan onze supporters om te blijven achter ons staan, om te blijven supporteren, ook in de pijnlijke momenten en in de 4 wedstrijden die nog volgen. Jammer genoeg moet het zaterdag in Antwerp zonder publiek, want eigenlijk is voetbal niet gemaakt om zonder toeschouwers te spelen, maar het kan nu eenmaal niet anders.